Oké, okay, en nou uh, misschien toch een beetje Amazon in of zo. Dat, wat, wat, zou voor jou, wat zijn voor jou de grootste drivers geweest die jouw business hebben doen groeien, zeg maar, naar het niveau waar het nu staat? Heb, heb je daar een paar uh, tips of key elementen voor die echt belangrijk zijn om, voor, om, je, om, je, om je business op Amazon uh, een kickstart te geven? <laughs> ja, ik denk... Um, Zorg er dat je... Dat je um, de mooiste listing hebt zeg maar, dus dat je echt uh, altijd uh, uh, mooie fotografie, goede content dat je conversie goed is. En uh, ik denk ook als je kijkt naar: uh, Weet je, je kan alles zelf doen, maar je wil ook gewoon uh, je, je, je kunt in het begin alles zelf doen, maar op een gegeven moment wil je ook gewoon mees, uh, mensen, zeg maar, mee laten kijken of mee laten helpen die uh, meer verstand van zaken hebben dan jij. Mm -hmm. Um, want uh, ja, je bent zelf, zeg maar, uh, jouw business groeit uh, tot het niveau als wat je zelf uh, groeit. Wat je zelf uh, persoonlijk, zeg maar, bent. En er zijn gewoon mensen die hebben meer verstand van, uh, van bepaalde dingen dan jij. Als je uh, van A tot Z naar een bedrijf kijkt, zeg maar, dan zijn er een aantal dingen die je goed kunt. En heel veel dingen die je minder goed kunt, zeg maar, dan anderen. Dus de juiste mensen bij betrekken. Echt uh, gewoon professionals die gewoon weten wat ze doen. Ja. Uh, dat is denk ik heel belangrijk. En uh, die jou ook kunnen laten zien van... Uh, jou meenemen en jou adviseren zeg maar. Um, ja, je, je producten ook. Uh, ik, ik, er zijn producten die... Um, ik zou niet heel erg in de mainstream producten gaan zeg maar die zwaar competitief is. Mm -hmm. Dat is denk ik niemand. Maar er zijn verschillende strategieën die je kunt volgen zeg maar. Uh, er zijn mensen die uh, die hebben... Weet ik, je hebt natuurlijk ook 2000 producten gehad uh, ja. ooit in je bedrijf, maar er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld 20 producten. Mm -hmm. En als die uh, vijf producten per dag verkopen per product, zeg maar, dan heb je best wel een leuk uh, leuke inkomen. Maar dat kost ook veel tijd om te managen, zeg maar. Ja. En dan kun je denk ik minder hard gaan. Ja. Uh, en je hebt ja toch wel veel producten die je dan moet introduceren. en uh, Dus dat, dat kost allemaal tijd en, en aandacht en geld. Ja. Mm -hmm. um, dus ik zou inderdaad ook wat jij doet hè, met, uh, met je private label uh, gewoon één klant bedenken en ja. dan uh, drie tot vijf producten daaromheen uh, verzinnen. Cies. En uh, die aan dezelfde klant zeg maar doorverkopen of terugverkopen. Hè. En dat uh, die customer lifetime value waar je het vaak over hebt. Ja. Dat is denk ik een hele goede strategie, ja. En uh, dus de, het gaat ook veel meer zeg maar op Amazon naar private label. Ja. Dus naar nou, echt een merk bouwen en een brand asset. Echt, uh, dat is ja. gewoon een asset zeg maar. Ja. Dan naar uh, zomaar wat uh, verkopen zonder merk en uh, ja. dat, dat is gewoon een, 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 ja, een doodlopende weg. Ja, dus ja, dat ik denk dat die dingen, dus dat je juist mensen benadert zeg maar om je, om je te helpen. Ja, dat je de juiste strategie moet voeren qua producten, zeg maar. Dat je niet de markt overspoelt met allemaal producten, maar dat je gewoon een aantal producten hebt die je aan dezelfde klant kunt verkopen. Ja. Ja, dat, dat zijn wel belangrijke dingen. Nou, mooi. Ja, mooi. En heb je nog één ding waar je, je vinger op kan leggen? Een soort van hack-truc-dingen uh, waardoor je zegt: van nou, dit heeft echt het grootste verschil gemaakt in mijn business. Of is dat niet per se één ding? Uh, of als je er uh, één maar zou mogen noemen, welke zou dat dan zijn? Ja, ik denk toch wel. Uh, uh, ja, PPC is gewoon een belangrijk ding in de business. Ja, het is een pay-to-play platform geworden, als je het mij ja. vraagt. Dus het ja. is, als je niet adverteert op het platform Amazon, dan ben je al, ja, dan sta je op pagina 500. Ja. En dan zal er nooit aandacht, komen er nog geen eyeballs op je listing. Nee, precies. Ja, dat ja, dat dat wel uh, heel belangrijk is geworden. Want die eerste jaren, zoals ik vertelde, ja. hebben we helemaal geen PPC gedaan, hebben we geen geen advertenties betaald en ja. uh, groeide gewoon organisch. Zeg ja, maar. ja, lekker. Maar je ziet ook wel, als je wel uh, investeert in die advertenties, dan zie je ook dat het organisch zeg maar ook weer aantrekt. Ja. Het, het, het een trekt het ander aan, zeg maar. ja, ja En nu, uh, nu is het gewoon wel uh, uh, ja, gewoon gangbaar dat je gewoon uh, PPC draait, zeg maar. Want ja. uh, anders dan, uh, dan kom je niet boven. Ja. Uh, dus uh, dat is... Uh, en ja, dat moet je gewoon blijven optimaliseren. Want je kan er helemaal los op, helemaal, helemaal leeg op lopen. Zeker. Uh, dus je moet daar echt wel mensen hebben die uh, verstand van zaken hebben om, om dat uh, te regelen voor je. Ja, goede partij voor hebben, mooi. Ja, ja.